We zijn hier op het Weerter Scholentoernooi. Dat is een toernooi georganiseerd door een aantal leerkrachten uit het Weerter Basisonderwijs. Er zijn vandaag 121 teams die uit de groepen 7 en 8 van de basisschool die deelnemen aan het toernooi. De kinderen kunnen zelf kiezen op school voor voetbal, trefbal, handbal of basketbal in de sporthal. En dat wordt voor ons georganiseerd door BAL voor bal, basketbal Limburg. Vandaag de allerlaatste keer voor Huub Paar. Ja, dat is wel een uniek moment, want Huub die maakt al meer dan 45 jaar deel uit van de organisatie. En Huub heeft zelf aangegeven, als mijn kleinkinderen van de basisschool af zijn, dan ga ik ermee stoppen. Ondertussen heeft hij er toch alweer 4 of 5 jaar achteraan geplakt. En ja, wij vinden het heel jammer, maar we snappen het natuurlijk wel. Ja. Ik ben 75 en dan heb je op een gegeven moment zoiets van, nou, het is goed geweest. En je begint een beetje, je bouwt een aantal dingen bouw je af, dat niet meer verplicht zijn. Dat is eigenlijk waar het een beetje om draait. En dat ben ik met een aantal andere dingen ook aan het doen. Dat je zegt van, nou, ik wil best nog wel wat doen. Maar dat zijn hele kortstondige dingetjes van een dag of zowat. Kijk, ik ben lang genoeg bestuurlijk bezig geweest. Dat ik nu zeg van, nou goed, nou eventjes geen van dat soort dingen meer. Ja, ja. Hoe kijk je terug op 45 jaar? Ja, dat zijn geweldige jaren geweest. Echt een menig van achter. En het doet me ook wat pijn. Ja, Huub is jaren het gezicht geweest van het Weerter Scholentoernooi. Hij onderhield de contacten met de scholen. Als directeur van basisschool De Biest kende hij eigenlijk alle leerkrachten van de groepen 7 en 8. En Huub heeft gewoon heel veel betekend voor de organisatie van het Weerter Scholentoernooi.